What the fuck? Het is zo warm. Het is... Nee. Ik heb geen ventilator. Het enige wat ik heb... Dat is het enige wat mij fris kan houden. Samen met dit water. Maar elke like koelt het één graadje af in mijn kamer. Dus like, want ik ben mij al doodzweten. Er zijn twee rivieren onder mijn oksels op dit moment. Vandaag ga ik mijn Russische broers trots maken. Al mijn Russische vrienden in Rusland. Dat ga ik niet doen door speed te snuiven en naar zo'n psychedelic rave te gaan. Zo'n illegaal feest onder het tunnel en daar helemaal los te gaan. Nee. Vandaag ga ik PlayerUnknown Battleground spelen. Met dit mannetje, zijn naam is Bart. En we gaan mensen slopen. Kapot maken! Ook al is het 1000 graden in mijn kamer. Er staat hier een lamp aan en die lamp geeft ook warmte af. Interesseert jou dat geen hol? Klik dan weg en kijk een andere video of zo. Maar geef het de kans, dit is leuk. Dit spel is hetzelfde als H1Z1. Er is echt geen verschil gewoon. Echt niks. Er zijn nog altijd faggots die over de grond kruipen en leuke dingen proberen te doen. Wat is dit voor autistische bijeenkomst? Wat is er met mijn haar? Ik weet het ook niet. Dan speel je 9-11 na en dan spring je uit je vliegtuig en dan... Meestal hou ik het zelf niet langer vol dan 5 seconden, want ik ga altijd direct dood. Dus laten we dat als eerste challenge doen, gewoon niet doodgaan. Toch niet in de eerste seconde. Als al die nerdjes die dit spel spelen mij nu gewoon even laten spelen. Toen mijn mannetje heeft zelf al de verse swagjas aan. Ik heb ook nog een nieuwe zomerjas nodig, dus misschien kan ik deze halen. Ik voel al dat mijn computer het bijna aan het begrijpen is. Hij is zo nog niet keihard aan het laggen, maar hij is wel gewoon aan het doodgaan. Mijn computer is niet zo goed in spelletjes spelen. Hey, hier ligt er nog een geweer. Chill. Wow, we hebben echt geluk. De eerste keer in mijn leven dat ik echt geluk heb in dit spel. Heeft de helm, heeft de jas, heeft de goede broek. We hebben ook gewoon een goed geweer met de red dot sight. We hebben alles. Waarom zit ik binnen als het 32 graden is buiten? Waarom ga ik niet naar het strand zoals normale mensen? Nu moet ik wel oppassen dat ik niet van deze berg val, anders ben ik dood, denk ik. En hier staan mijn Russische vrienden op de muur. De Revolution. Eigenlijk moet ik gewoon mijn bek houden en Bart laten verder lopen. Want anders gaat Bart dood. Dat is minder leuk, snap je? Misschien moet ik een paar waarschuwingsschoten geven dat mijn vijanden weten dat ik kom. Ha! Nu weten ze dat de Acidmeister onderweg is. Bart loopt op dit moment rond met die big ass .50 kaliber. Ik bedoel, dit geweer ziet er fucking spang uit. 30 bullets in die clip. Je hebt geen 30 bullets nodig om iemand te slopen. Met één kogel pop je iedereen uit de buurt. We gaan niet doodgaan als ik één iemand tegenkom. Waarschijnlijk wel, maar... Dat boeit eigenlijk niet zoveel. Oké, we zijn er bijna. Als we die lijn oversteken, dan hebben we het gehaald. Kom aan, Bart. Je kan het. Kom aan. Ah! Ik hoor een auto. Ik hoor een auto. Niet goed. Niet goed. Niet goed. We hebben hem niet geraakt. Ik heb alle kogels verspeeld, maar oké. Ik weet dat ik mensen ga slopen, hoor. Ik heb goede guns. En ik kan niet eens over deze muur springen. Maar snap je? Bart, blijf proberen. Niet opgeven. Niet stoppen als iets niet lukt van de eerste keer. Oké, nee. Het gaat gewoon niet. We lopen er gewoon rond. Waar zijn die hoeren? Ik ruik mietjes. Waar zijn de mietjes? Ah! Ah! Fuck! Shit! Zijn probleem. Weet jullie wat grappig is? Daar is Bart gewoon. Hij is terug. Hij heeft zijn haar terug. Hij heeft zijn kleren terug. We spelen gewoon een nieuw potje. What the fuck? What the fuck? Er zat fucking veel water in een flesje. Shit. Snap je? Bart geeft niet op. Bart doet verder. Shut the fuck up. Shut the fuck up. Zie ik daar een auto? Heeft Bart eindelijk een auto gevonden? Waarschijnlijk niet. Die kans is veel te klein. We hebben één dikke pipa. We hebben ook een jeansbroek. Ja, dat hebben we ook. Zie er ook wel uit als een mietje als mijn haar zo fucked up is. They ask you how you are, you just have to say that you're fine. When you're not really fine. But you just can't get into it because they would never understand. Fuck. My... Alive. En Bart is weer dood. Het is tijd om een lolly te poppen voor good luck. Hij is zelf niet rond. Ik weet niet of jullie het kunnen zien, maar hij is vierkant. Ah. En Bart is terug. Deze is echt lekker. Deze smaakt naar wafels. Nice. Woehoe! Woehoe! Oké, daar gaan we. Derde keer, goede keer. Deze is voor mijn Russische broertjes. Deze is voor Ivanovic. Vladimir. Christoph. Resta. Resta. Doe het voor Gregory. En Christoph. Haha! Got you, bitch. Ik bedoel, kan gebeuren. Bart blijft ook gewoon terugkomen, snap je? Deze keer gaan we ze echt allemaal slopen. Deze keer geen lange bullshit voordat ik iemand kill. Deze keer gewoon straight up kills. Deze keer gewoon één stabiele landing in the middle of nowhere. Alleen heeft hij wel geen geweer, maar dat... Het is niet alleen tijd om nu hoeren te neuken. Klaar voor een gekke kill compilation van Bart? Komt-ie. Ik weet dat jullie aan het wachten zijn op die gekke kill compilation. Ik wacht er ook op. Ik wacht ook op mietjes. Zie ik daar een auto staan? Zie ik daar een auto staan? Dit is mijn geluksdag. Man, Bart. Show je drive skills.
Show hoe goed je met die auto kan rijden. Oh, oh, we worden beschoten. We worden beschoten. Ik wacht ook nog altijd op die gekke kill compilation, maar die komt wel. Voor nu gaan we gewoon even rijden. Even het land ontdekken. En we hebben nog maar de helft van onze levens, maar dat is geen probleem. Ik zie daar een nice huisje waar we even stallen kunnen. Er staat daar een andere auto, yo. Yo. Ah, er zit iemand in. Er zit iemand in die andere auto, yo. We worden achtervolgd. We worden achtervolgd. We worden achtervolgd. Oké, we gaan deze auto... What the fuck is dit allemaal? De guy die achter ons rijdt durft ons niet te volgen. En ja, en hier rijden omdat dit waarschijnlijk echt achterlijk is, maar oké. Kijk ook even hoe hard Bart eruit ziet. Hij heeft een gasmasker. Hij heeft een lange zwarte jas. Dit is stijl. Dit is fashion. Tijd om iedereen in die stad gewoon even te slopen. Ik geloof erin. Ik denk dat deze keer wel gaat lukken. Kunnen we hier even deze auto parkeren? Oké. We zetten die gewoon hier. Nice. Ja. Chill. Er is ook gewoon een chille zolderkamer uit. En nu gaan we mensen killen. Want ik ben zeker dat er hier nog andere mensen zijn. Ik bedoel, kan niet dat ik de enige ben die dit stadje heeft gevonden. We laten die auto gewoon achter. Doet me echt niks. Nu moet ik gewoon even denken dat dit Call of Duty is. En niet dat ik ooit goed ben geweest in Call of Duty, maar het komt goed. Het komt helemaal goed. Er zit hier ook een lek in het dak. In een vorig leven was Bart loodgieter. Niet chill. Gewoon fucked up. De plek waar we zijn heeft ook een naam. We zijn in een rashok. Chill. Misschien is dit het begin van de kill compilation. We hebben ook een rookbom. Om even stoer te doen, denk ik. We gooien hem hierin en we geven even een feestje of zo. Ik vind het uiteindelijk wel jammer dat ik mijn auto kwijt ben. Dat was een minder plan. Dat was misschien een van de mindere beslissingen die Bart genomen heeft. Daar wordt er iemand gesloopt. Wow. Twee andere mensen zijn daar ruzie aan het maken. Misschien moet ik kijken of ik in die auto kan rijden en gewoon naar hun rijden. Dat is wel een stabiel plan. Oké, nee, ik zie het al. Dit is geen auto. Dit ding heeft geen wielen. Jawel, je kan er wel in rijden. Oh. Ah. Ja. Let's get it. Nu ga ik hier gewoon weg. Want ik heb het gehad met deze kutstad. Ik heb het gehad met Rasnok. En natuurlijk, als ik een auto heb, vind ik gewoon 1000 andere auto's. Kijk, hier staat er weer een auto. En ik word beschoten. Yo. Hey. Stop met schieten op mijn auto, fucking kutmogol. Oh. Hey, hij is daar. Oké. Ik ga even stabiel uitstappen. Waar is hij? Geef mij één keer een kill. Geef mij die kill. Ik heb hem al twee keer geraakt. Kom aan. Gun me de kill. Dit is voor al mijn broertjes. Ik pak het shotgun. Ik ga je first person. We gaan deze dude zijn ballen eruit blazen. Waar is hij? Is dat zo? Ah! Nee! Dit is niet hoe het moet! Fucking Bart. Dit is... Nee! Misschien is het omdat het te warm is. Ik weet het niet. Fuck! Bart! Wat is het probleem? Je hebt betere kleren nodig, ik weet het. Je hebt een nieuwe haircut nodig, maar... Het kan niet erger dan mijn haar, oké? Shit! Dames en heren, ik ben zeker een duimpje omhoog als jullie willen dat Bart terugkomt. Voor nu. Ik denk dat ik naar het strand ga ofzo, want... Ik kan niet meer. Het zit 50 graden in mijn kamer. Ik ga dood. Pikvis van de dag. Is deze 3D pikvis. Fucking gruwelijk. Geweldige pikvis. Ik heb veel te warm. Ik ga naar het strand. Ik kan niet meer. Mijn ballen zweten, mijn kont zweten. Ik ga dood. Tot de volgende keer. Doei.